Heb jij nou ook wel eens ontzettend veel haast, maar ook heel veel honger en je denkt, ik moet eigenlijk op de fiets eten, maar dat kan dan niet? Dan hebben wij de perfecte oplossing, namelijk de dinerfiets. Aangekomen in de beruchte werkplaats waar we de dinerfiets in elkaar gaan pleuren. Een snijplank, een dinerschotel, een lekker voorafje, een soepje van de dag. Ik weet niet of jullie vroeger toetjes aten, daar hebben wij ook aan gedacht. Een mooi toetenbakje. En wat het helemaal afmaakt is een lekker sfeerliggie. Dus die komt er ook bij. Genieten op een fiets van je maaltijd, wat je normaal binnen eet. We scheppen niet graag op, maar dat doen we vandaag wel. Een AVG'tje, een soepje van de dag en een toetje. Lekker zeg. Wat wil je nog meer? Nou, wij gaan lekker dineren. Daar gaan we weer. Soepje van de dag, een lekker heerlijk tomatensoepje. Hoppakee. Wat ziet dat er ontzettend lekker uit zeg. Heb je dat helemaal zelf gemaakt? Dit soepje van de dag is van de Albert Heijn. Het hoofdgerecht, een heerlijk stukje gebraden kip. Met allemaal lekkere kruiden, aardappeltjes met knoflook en lekkere oliën. Heerlijke sperzieboontjes met zongedroogde tomaatjes. Nou hé, dan heb je toch je AVG klaar, of niet? Ik begin al te kwijlen. En als dessert een heerlijke chocoladeslagroom. Ik bedoel, een heerlijk chocoladetoetje met een toefje room. Och, och, och. Ik heb er zin in. Op naar werk, want we zijn al te laat. Dus we moeten een beetje opschieten. Oh mijn god, dit is een beetje naar voren geschoven. Eet smakelijk. Dankjewel. Onderweg naar werk, het maakt allemaal niet uit. Dit is namelijk wat je gewoon nodig hebt als je te laat komt. Echt perfect. En weet je wat het mooie hieraan is? Is dat je en kan genieten van de vitamine D van de zon. Je krijgt alle groentjes binnen, aardappels. Wat een ding zeg, hé. Oh, die kip is goed gekruid zeg. Aardappeltje erbij. Ik wil het helemaal niet snel eten. Hierdoor wil ik langzamer gaan fietsen en meer genieten van het uitzicht. Het ziet er wel echt heel stevig uit, moet ik zeggen. Ja, kut. Ah, een aardappel. Oh ja. Misschien leuk om te weten, deze fiets is eigenlijk echt trash. De ketting slaat de hele tijd over, dus ik moet heel langzaam fietsen en tegelijkertijd eten. Oh, de dinerfiets. Aangezien we dit met z'n tweeën doen, is het erg lastig om dit voor elkaar te krijgen. Maar als je het voor elkaar krijgt met z'n tweeën, vliegt. Dan heb je wat. Kijk nou hoe chill die erbij zit. Op zijn fiets, met zijn diner. Hoe relaxed. Dit was wel altijd met room. En nu doen we het gewoon. Wil je ook? Hier zo, kom maar. Oh, ah. Oh. Kijk, we hebben hem bijna op. Wat doen jullie? Eet jullie eerst de aardappels, dan het groente en dan de vis? Of eet je eerst kip, aardappels en dan groente? Ik bewaar altijd het lekkerste voor het laatst. Waarom keken we zo raar? Misschien omdat je aan het dineren bent op de fiets. Waarom werkt dit zo goed? Daarover is nagedacht. Ja. Nu gaat het leuk worden, jongens. Laatste boontje. Kom hier. Hier komen. Hallo. Als je nu voor je kijkt, dan weet je dat het heel lastig gaat worden. We steken zo wel over. Ergens. Oh mijn god. Dit is een hele hobbelige weg. Gelukkig heb ik mijn bonen al op. Ah, goddamn, bro. Maar dit werkt. Zelfs al die trillingen en het blijft gewoon liggen. Ongelooflijk. Zelfs dit sap hier. Hier, dat is allemaal... Oh jee, gekke hobbel. Ah! Oh shit. Ah, het gaat hier heel erg hobbelen. Oh mijn god. Nee, niet mijn kip. Oh, en dan fietsen we langs een kebabzaak. Kan je mijn kip opwarmen? Hier ga ik wel echt even van genieten hoor. Laatste stukje kip en dan hebben we de AVG helemaal op. Och. Koud of warm, het maakt niet uit. Kip, dit is ook gewoon... Je proeft de rozemarijn. Oh, lekker die kip man. Eigenlijk had ik eerst het voorgerecht moeten eten. Ja, maar nu soep aan de beurt. Het zou vast heel makkelijk gaan, want je eet het met een lepel op de fiets. Wie doet dat nou? Overgevers. Het zag er nog best wel soepel uit. Tomatenroomsoepje met een beetje crème of zo. Ik weet niet wat het is, maar... Ik vind dat je smakelijk aan het eten bent. Ja, hè? Voordat ik op mijn werk ben, hebben we het al op, joh. Als je echt haast hebt met je werk en je wil gewoon echt even wat lekkers eten, dan is dit... Dit is het. Er is niks anders. De dinerfiets. En die kan je alleen maar krijgen... Die kan je niet krijgen. Nee. Wil je daar langs? Nee. Liever niet. Zie je dat? Het gaat gewoon er niet vanaf. Hey. Nog een hapje soep op een hele hobbelige weg. Geweldig. We kunnen. Ik ga dood. Doortrappen. Als ik doortrap, ga ik dood. Deze kunnen we ook wel redden, toch? Deze kunnen we ook wel redden. We gaan of dood of niet. Ah! Of mijn soep gaat eraan. Of... Oh, bijna! Woehoe! Die ontweek echt mijn schoen op zo'n stukje. Oh, echt? Straks grijpt er in de auto over uit. Die soep die begint ook koud te worden, maar het blijft lekker. En waarom blijft het lekker? Dat kan maar één ding betekenen. Dat komt omdat je lekker in de buitenlucht bent aan het fietsen. Mag nog wel een beetje peper bij, vind ik. Dit is altijd waar ik als kind van heb gedroomd, hè? Dat ik op mijn fiets mijn avondeten kon eten.
En dan werden mijn ouders altijd boos omdat ze dachten van... Wat ben je toch voor een rare jongen, jongen? Je kan toch je avondeten niet op de fiets eten? Nou, daar hebben we het, jongens. Het kan zeker wel. Met een beetje fantasie kom je heel ver. Naar rechts. Naar rechts? Ja. Waarom hier? Het soepje bijna op. Ja, dat weet ik. Dankjewel. Zie, zelfs kinderen hebben het door. Die weten niet wat een dinerfiets is, maar ze zien wel in dat het super slim is. Ja. Kinderen liegen niet daarentegen. Willen jullie dat de dinerfiets een werkelijkheid wordt en dat we dit over de hele wereld kunnen schippen? En dan komt hij op de markt voor jullie. Voor een goedkope prijs. Van 16.000 euro, 782 cent. Want het werkt echt super goed. Het maakt ook niet uit of je nou over een hobbelweg heen rijdt of niet. Soms moet je je voet af en toe weghalen omdat er wel soep over de rand heen kan komen, maar that's it. Zelfs dit sap blijft er nog op liggen. Dat vind ik, en mijn vork ook, hè. Die vork die ligt hier al de hele tijd. Het enige wat je dan weer niet kan doen is dit. Oké, ja, kan wel. Laat maar, ik heb niks gezegd. Oh, wat zat daar in de soep? Een vlieg? Dat zou heel goed kunnen, want dat is natuurlijk wel wat je krijgt in de buitenlucht. Er kan van alles in je soep komen. Aanbeien bijvoorbeeld. Laten we daarmee beginnen. We zijn echt bijna aan het einde. Het is heel moeilijk om nu de soep nog op te pakken. Onthoud wel. Je hebt natuurlijk geen magnetron of een oven bij je om je etenswaren weer op te warmen. Maar die kunnen we wel maken bij 2 miljoen abonnees. Krijg je een extra magnetron op je dinerfiets. Bro, een magnetron achterop. Die dan wordt aangewakkerd door je dynamo op je fiets. Bro. Kijk uit, hè. Nee, dit is echt smal, man. Oh ja. Kijk nou, hey. 1 cameraman en 1 iemand die lekker aan het dineren is. Ik denk dat ik dat niet kan, wat Dorian doet. Oh, ik begin toch wel vol te raken nu, hoor. Oh, daar ging mijn vla bijna. Weer van de stoep af. Alsjeblieft niet. Nee. Oh mijn god. Hallo. Cementmixers, hallo. Oh mijn god. Er zit cement in mijn eten. Laatste hapje nou al. Nou, bijna. Laatste hapje. Bijna. Dus de soep is gewoon op, joh. Bijna. Soep van de dag. Op. En nu kunnen we door naar deze geweldige slagroomtoetjes met een slagroomsoestoefje, ik bedoel. En nu gaan we door naar het dessert. Nieuwe lepel, die heb je ook altijd mee. Anders dan ga je je soep door je dessert heen eten en dat hoort niet, hè? Dus bij 3 miljoen abonnees krijg je ook een bestekla erbij. Bro, hieronder een bestekla. En bij 4 miljoen abonnees ook een vaatwasser, zodat je op de fiets lekker kan schoonmaken. Je kleding kan wassen. En bij 5 miljoen abonnees geven we een huis weg. Nou, dat vind ik wel een hele mooie. Help ons even naar de 5 miljoen abonnees. En dan minimaal 3,5-4 ton. Tegen die tijd waarschijnlijk 500.000. Eugène Kraps, eet smakelijk. Dat wilde hij bijna, ja. Oh, dat is zonde toch? Zoveel betaald voor dat toetje. Ik krijg er wel honger van, moet ik zeggen. Dat klonk net als die kat. Wel altijd naar links en naar rechts blijven kijken, want je fietst wel op straat, dus houd verantwoord. En dan mag je denk ik altijd op je fiets eten. Zolang je aan de verkeersregels houdt, niet heel snel fietst en altijd vriendelijk bent tegen alle mensen om je heen. Misschien willen ze een hapje. Mag ik een hapje? Hou je mond! Ik vind dit de beste uitvinding ooit. En het blijft allemaal ook zo schoon. Dat vind ik dan altijd het hele aparte eraan. Dat het echt super schoon blijft. Valt niet van je bord af. Er gebeurt niks. Dus ben je nou bang voor de dinerfiets? Doe dat niet. Want je komt jezelf echt heel erg tekort. Hallo. Ja. Hey, hier, hij kent hem al. Hij kent hem gewoon. Hij kent die fiets gewoon al, joh. Daarom, als je ons gewoon naar 1 miljoen abonnees brengt, hey, dan komt deze fiets op de markt. En dan kan iedereen genieten van deze geweldige uitvinding. Dat was het. We zijn nog niet eens op werk en het is al op. Dat is hoe efficiënt dit werkt. Schoon bord, schoon soepkom, schoon toetje, schoon die toet. En daarom abonneer jij ook op Bovengevers, toch? En dan kan je lekker genieten. Nou, de lepel die gaat bij het stukje kip hangen. Schijnbaar horen lepels en vorken bij elkaar. Oh, buik vol. De dinerfiets houdt je fiets in evenwicht. Ja, dat zijn niet 100% gegarandeerde resultaten, maar je ziet het. Wee, zie, kijk zelfs naar de kamer. Oh, mijn god. Nee, het kan wel, geloof mij. Ik doe gewoon net als. Wil je zien dat ik deze bocht zonder handen doe? Zie je dat? Ik dacht dat ik het niet zou doen, maar ik doe het. Oh, mijn god. Hey, zelfs dat kan. Het is op. Over 2 minuten komen we aan op werk, dus dan kunnen we lekker met een volle maag werken. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Wil jij de dinerfiets bij jou voor de deur hebben staan? 1 miljoen abonnees. That's it. Is niet zo moeilijk. Is ook niet zo superveel. Vooral niet hiervoor in Nederland. Ik heb nog steeds eigenlijk best wel zin om nog meer te eten. En dat kan, want er is een dinerfiets die alles aan kan. Ja, en dan blijft er eigenlijk nog maar 1 ding over. Weet jij voor hoeveel ik heb gegeten vandaag? Laat je dat weten hieronder in de comments. Je moet wel PayPal hebben, by the way. Degene die het meest dichtbij is, wint 20 euro. Outro! Overgeven.